Yes! Echt waar? Ja, echt waar. Oh, dat staat... Ja! Hi, ik ben Rick, een fulltime lege lab. En ik ga geschiedenis schrijven. Er zijn meer dan duizenden nutteloze wereldrecords op deze planeet. En ik ga proberen zo'n record te verbreken. Ach, dat moet toch wel lukken? Goedendag, schotten, dames en heren, jongens en meisjes. Welkom bij weer een nieuwe video op het teamkanaal. En jullie zien het waarschijnlijk nog steeds aan de achtergrond. Dit wordt weer een super nutteloze wereldrecordverbrekingsvideo van Rick. Yes, ja, we gaan dus weer, omdat de vorige afleveringen zo'n succes waren, gaan we dus weer een nutteloos wereldrecordje verbreken. Wat ik denk dat het wel te verbreken zal zijn, want wie neemt er weliswaar de tijd om zo'n stom wereldrecord te verbreken? Deze grote jongen. Nou, we gaan even kijken, want we hebben natuurlijk, jullie hebben wel wat onderwerpen ingestuurd, bla bla bla, dit en dat. Maar hier heb ik dus een wereldrecord. Alleen, ik weet niet precies waar ik die moet zoeken, want ik heb dit keer geen frietmandje of geen kopje of niks. Vraag me af of... Au. Ah! Oh, wat is dit? Oh, dit is het onderwerp. Toepasselijk. Plakken notities op je gezicht plakken. Zie je het goed? Oké, nou dan ga ik eens even kijken wat mijn redactie heeft gevonden. Ik heb namelijk redactie hier achter mij zitten. En die heeft dat voor mij uitgezocht. En we hebben hier dus het wereldrecord. Plaknotities op je gezicht plakken. Dus even op die link klikken. Dit gaat dus over 38 memo-blaadjes op je hoofd plakken binnen 60 seconden. Dus we moeten de timer aanzetten straks. En je moet de blaadjes één voor één op je hoofd plakken, staat hier. En je mag wel twee handen gebruiken. En ze moeten, nadat je ze allemaal op je gezicht hebt plakken, moeten ze 10 seconden blijven zitten. En dan heb je het wereldrecord memo blaadjes op je gezicht plakken. Dat zijn er 38. Dat zijn er wel veel. Hier is de video. Daar gaat hij. Oh, hij heeft ze wel allemaal geprepareerd. Hij heeft ze klaar. Hij doet ze zo om en om. Niet tegelijk, maar om en om. Zo net zo om en om. Zie je dat? Nu gaat hij vertraagd. Wat een gladde. Dat is echt een gladde pony. Oh nee, dat betekent dus dat ik waarschijnlijk ook... Nee, kan dat niet op een baard blijven plakken? Nee? Dus ik moet... Hier heb ik jaren voor gespaard! Kijk, zijn hele voorhoofd heeft hij nog vol, hè? Maar ja, 60 seconden is natuurlijk wel kort. Maar hij doet het met de puntjes. Hij doet die puntjes, doet hij zo... Tjoep, 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 tjoep. Niet eens de hele lijn. Maar goed, dit ding... Ik weet niet, maar deze plakt dan gewoon niet meer. Zie je? Deze heb ik één keer ergens op... Hij plakt niet meer. Mijn redactie heeft memo-blaadjes geregeld voor mij. Dankjewel! En dan ga ik ze denk ik straks allemaal zo netjes als hij heeft hier op die... Ja, weet je, ik denk dat we het gewoon moeten gaan doen. We gaan het gewoon doen. Ja, we gaan doen. Doei! 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 Goed! En wat heb je nodig voor zo'n wereldrecord te verbreken? Dat zijn natuurlijk memo-blaadjes, maar liefst 39. Want 38 is het wereldrecord, maar waar haal ik in godsnaam die blaadjes vandaan? Ja, dat is fijn, dan heb ik er eentje. Ik moet er nog 38 hebben. Gens, hoe kom je aan die memo-blaadjes? Die draai ik altijd bij me. Oké, goed. We hebben dus genoeg memo-blaadjes, dus we kunnen beginnen. Maar zoals ik straks al zei, hè, ik heb natuurlijk een baard. En ik denk dat dit, mijn kale hoofd, misschien ook wel een voordeel kan zijn. Maar dit moet er dan wel, dit moet ook kaal worden, toch? Dus dat ik mijn hele baard eraf scheer, daar heb ik echt geen zin in. Maar ja, alles voor de wereldrecord, toch? Op naar een scheerapparaatje. En die heb ik... Niet hier. Die gaan we nu zoeken. We hebben hier een scheerbrand. Dylan scheert zich natuurlijk bijna nooit. Hij heeft niet echt baardgroei, maar ik vraag me toch... Is dat nou een scheerapparaat? Of ben je gewoon heel blij mee te zien? Haha. Nee, dat is gewoon echt een scheerapparaat. Dankjewel, Rens. Dat was ik vergeten. Hey! Hier is weinig licht. Nou, this is a story all about how my love got flipped and upside down.
Moet ik het gewoon helemaal afhalen nou? Ja. Oké. Daar gaat hij dan. Ga je missen? Hallo, goedemiddag Rens. Hallo, ik heb een ringbaardje. Ik ben Anton aus Tirol. Ja! Ja? Ik kan het wel hebben, ja. Hey. Hey. Nou Rens, is het wat? Ja. Het is een truckersnor. Ja. Hé hey Rens, kijk! Is er wat? Ja. Ja, er is wel wat. Is een vlassnorretje. Ja. Een beetje een, hoe heet die jongen ook weer? Die ene, die met die snor. Bas? Nee. Bart? Nee. Wel iets met een B volgens mij, ook een P. Peter? Bernard? Van, woehoe. Benny? Bel? Ja, weet niet, is toch niet meer relevant. Ah, klopt. Hé hey Rens, is Hey Rens, ik ben klaar. Let's go. Yeah, let's go. Zo. Oh, wacht. Deze moet natuurlijk wel weer terug. Zo. Oké, we gaan beginnen. De post-its. Rens, heb je die hier neergelegd? Ja. We hebben er natuurlijk 39 nodig om het record te verbreken in 60 seconden, oftewel 1 minuut. We gaan ze even, net zoals die gast, gaan we ze allemaal op de tafel alvast plakken. Ja, wat is zijn tactiek? Heeft hij een tactiek? Hij doet het zo. Het mag dus op het voorhoofd, dus ik doe deze af denk ik. Op de wangen, op de neus, op de kin. Het mag niet op de oren of op de oogleden zitten. Oké, ik ga ze gewoon, ja belicht wat jij zegt, dat je ze op de ene hoek vastplakt. Oké, 39 hè? Oké, ik ga er 10 proberen, ja? Ready? Ja. Start. Shit. Dat werkt niet! Mijn baard plakt niet! Had ik mijn mes moeten scheren of zo? Nee toch? Plak dit? Ja. Huh? Ik moet gladder. Hoe dan? Hoe gaan we dat doen? Heb je het scheermesje hier? Ja, hebben we. 3 hours later. Ja goed, waar we dus achter kwamen, het plakte niet omdat ik heb natuurlijk de korte stand getrimd. Maar het moet dus echt blijkbaar helemaal glad worden, want hier plakt het wel en hier niet. Dus ik moet toch, we zijn naar Rens thuis gegaan en hebben het scheermesje gehaald. Ja, ik ga me nu maar gewoon helemaal glad scheren, ik weet het anders ook niet. Daar gaan we dan. Oké, ja, hier staat een spiegel voor. En dat is handig voor te scheren, maar ook voor dadelijk die briefjes op te plakken. Dus er staat gewoon een grijs ding voor jullie, volgens mij. Ik strop mijn mouwen even op. Op, op. Nou, daar gaat-ie. Dit is meteen trouwens een tutorial. Heb je hem nog nooit geschoren, zo moet dat. Ik ben de kerstman. Ho, ho, ho. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oké, daar gaat-ie, hè? Oh, dit voelt glad! Daar zijn we weer. Zal ik nu eens proberen of ze gewoon wel blijft plakken? Ik moet dan wel sneller, maar het blijft wel plakken. Ik denk dat dit gaat werken, Rens. Ik denk dat dit gaat werken. Dit zijn er 10, 20, 30, 40. Met deze moet ik het dan doen. En ook nog best wel goed blijven ze plakken. En deze heb ik al een keer opgeplakt. Dus deze moet het waarschijnlijk wel gaan doen. Zullen we het gewoon gaan doen? Ja, ik ben echt wel benieuwd. Door ja, het is nog steeds een wereldrecord wat verbroken gaat worden. Dus de kans is sowieso klein dat we het gaan doen. Maar ik heb er enigszins wel een beetje hoop in. Dus na 60 seconden moet ik alles erop hebben. En dan ook nog 10 seconden wachten daarna. Ja, zeg maar. Daar gaan we. 3, 2, 1, start. Seconden op de klok. Dan gaan we aftellen. Kijk, de
dit zit er meer dan 10 seconden op. Serieus? Volgens mij heb je hem. Oh yes! Echt waar? Ja, echt waar. Oh, dit staat... Ja! Oh, deze video gaan we inzenden. Of ze gaan zeggen dadelijk, ja, je moest er voor 50 seconden erin. Nee. Zelfs die eraf viel had ik nog even snel gered. We hebben er een video staan met de timer, hè? Au. Die baard die stond me best wel goed. Waar is mijn telefoon? In mijn zak. Oké. Die voice-over die heeft wat regels uitgelegd. Ja. Het enige wat hij zei, het mag niet op je oor of op je ooglid. Dat mag niet. Ja, dat heb ik niet. Ik heb alles hier. En op mijn voorhoofd. Komt-ie. This record is for the most sticky notes on the face in 30 seconds. Nee! Hij zei 30 seconden! 30 seconden! Waarom stond er in het documentje wat ik kreeg 60 seconden? Waarom staat er 60 seconden? Ja! Hier! Memo-blaadjes op je hoofd plakken binnen 60 seconden. Huidig record staat op 38 blaadjes binnen 60 seconden op je hoofd plakken. Wat je moet de blaadjes even. Ballerenredactie! Wacht eens even. Ik heb een haar in mijn mond. Ja, wat is dit? Er zijn er twee door elkaar gehaald. Ik heb het gewoon niet gehaald. Het is of 1 minuut, maar dan moet je er 60 en ik had er 40. Of 30 seconden, dan had ik er 38 moeten hebben. Ik heb me dus nu voor niks helemaal glad kaal geschoren of wat. Wil je het nog een keer doen? Ja, wellicht wel. Doen we dan die van 30 seconden? Als die niet lukt, dan gaan we voor de 60. Ja, dat is goed. Laten we het maar gewoon opplakken, ja? Ik geloof hierin. Ja, ik geloofde mijzelf toen ik... Ik had er 40 in 1 minuut, hè? Ik moet er 20... Ja, dat is wel veel. Ik heb me net gered. Ja, 60 voor 1 minuut dan. Dus per seconde 1. Ja, kom Rens. Dat gaan we doen. Oké, na een hele hoop gekloot en teleurstelling gaan we het weer proberen, maar nu met 60 sticky notes. Rens, ik zou zeggen, begin maar. 3, 2, 1, start. Ah, dit is bijna onmogelijk, zou ik zeggen. Het is niet gelukt. Maar goed, het was, Rens, ik heb wel gelachen. En dat is volgens mij nog altijd de belangrijkste, of niet? Ja. Nou, hoeveel hebben we er nog over? 1, 2, 3, 19, zeg maar 20. Ja, eigenlijk bijna hetzelfde als de vorige keer, toch? We hadden gewoon 40. 40 in 1 minuut. Ja, of je moet dan 40 in 30 seconden doen. Maar dat is echt onmogelijk, lijkt mij. Of 60 in 1 minuut, maar dat lijkt me ook gewoon onmogelijk. Er zijn zoveel dingen waar je rekening mee moet houden. Dat je niet tegelijk het erop moet plakken. Maar goed. Ja, ik had ook niet verwacht dat ik deze als... Ja. Het was in ieder geval wel een heel leuk avontuur met jullie. Ik ga deze video zo afsluiten. Klik op like als jullie deze actie weer helemaal ludiek en leuk vonden. Vergeet ook niet om naast abonneren op dat belletje te klikken. En klik natuurlijk ook op abonneren hier zo. En klik op een van de playlisten die voor jou gelden of leuk zijn of net waar je zin in hebt. Jongens, ik wens jullie het allerbeste en doe dit thuis vooral na, want het is kei leuk. Hé jongens, later! Rens, dan mag je je pak weer volledig maken, want ik heb veel te veel van die plaknotities over.